De buren zeiden al, het is al een museum en nou heet dit zo mooi voor je muurstalt. Dus ze zeiden, goh, nou, dan kun je zien dat het een echte freak is. In 1994. Nou, toen kwam Jos op een proppen. Nou ja, en daar is mij begonnen. Jos Verstappen, de huid van Max. Ja. Maar wat is het? Wat spreekt die zo over in? De snelheid. Ja? Ja. En ja, de techniek van het spel. Dat vind ik, ik wel interessant. Maar meer de snelheid en nou ja, wat de meestdom kent. En wat doe je in het leven? Ik werk bij Empatec. Oké. Okay. Daar pakken we daar al zien. Nou ja, ik wil leuk werk. Nee, dat is toch een mooi budget. Ja, ik noem dit het coronabudget. Want ik ging altijd naar een kapper, die knipt het mooi en die vlocht het ik voor mij. En op een gegeven moment, nou, we mochten weer naar de kapper. En toen kwam ik daar en toen weer de kapper heel verdwenen. Nou ja, en sommigen zeiden, ja, knip dat ding eraf. En hier naar de kapper. Soms denk ik wel, ja, misschien maak ik het wel eens een keer de waan. Maar ja, dan vind ik weer spietig. En dan wordt mijn leeftijdskapsel al later meer ik. Ja. Van 64 hier en alles. Dus. Maar ja, ik zei altijd, mijn zoon zei ik, dat is een bejaarde hippie. Dus dat vind ik wel grappig, die opmerking. Dus, ja. Ja, dus. Ja, wist ik wel een beetje hippie? Ja, ik hou wel van andere muziek, ja, van hun tijd. Dit was de tweede vitrinekast. De eerste die was een beetje kleiner. Als je wekker worden, dan is de eerste wat je zorgen. Nou, hij staat normaalweg achter het bed, hoor. Oh. Nou ja, wat pettend. Ja, en dan gaan we nou naar de gang. En dan zit ik wel even een lamp op, hoor. Altijd mooi licht. Daar hangt een foto, dat is door Pier van de Heide. Dat ben je ook? Ja, dat ben ik. Oh, een jonge hippie. Ja, nou, een jonge hippie. Dus, ja, zet je hem zo, daar begint het wat. En hier hing het wat. En hier hing het een leuke tekst. Kunnen we weer verder? Ja, ja. Nou ja, en dan nog wat pettenverzameling. Het begint van 1994. Tot 21, maar helaas had ik van de kijkers misschien van sokken verzamelbehouden had. Had ik er wel belang bij, want ik maakte er nog traaien hebben. Ja, krijgst wat van mij en dan denk ik, oh, dat is wel leuk. En keerpistolenspul bij de fanclub kocht ik toen. Maar ja, je bent al als eerst komt hè? Op een gegeven moment is het wel een keer kleren, of net? Of dat gevoel ga je dan net? Nee, nee. Je hebt hier wel in trouw. Dat lukt wel, ja. Nou, ik ben 2 keer bij Formule 1 geweest, op een Nürburgring en Hokkenheim. Wil misschien nog eens een keer Max zien, maar ik ben op een Nürburgring geweest en stond ik in de bocht en dan short. En op de televisie short het eigenlijk 10 keer mooier dan op het circuit. We zitten er alle wedstrijden voor. Mijn buurvrouw Janaist die komt gezellig en de buurman Janaist. En Johnny die is hier ook al een keer geweest. Mijn zoon zit er ook wel bij, maar hij die zit, ik wil het wat anders te doen. Dus, meer een PlayStation. Ja, PlayStation Manchester. Maar dat hindert niks. Hij maakt zijn eigen passie. Ja. En dat is, dit is mijn passie. Ja. Dus, je bent hier together. Ja. Niet storen. Ik kijk Formule 1.